met als doel om onder meer de relatie tussen militairen en burgers te verstevigen, heeft het ministerie van Defensie op zaterdag 25 maart een power event georganiseerd. Deze activiteit vond plaats in samenwerking met de stichting Ultimate Power and Strength. Hieraan hebben zowel militaire als niet-militaire atleten deelgenomen. Defensieminister Krishna Kumari Mathura en bevelhebber Werner Kouassin zijn getuigen geweest van de prestigestrijd in de Ismee van Wilgen Sporthal. Namens het ministerie om de minister te vertegenwoordigen, die vandaag niet hier zou kunnen zijn. Maar desalniettemin moet ik de organisatie van dit event hartelijk danken voor de uitnodiging van dit prachtig event. Veel weet ik zelf niet van deze sport. Ondanks ik een grote sportmind heb, heb ik niet zo veel weet hiervan. Als leraar lichamelijke opvoeding zou ik zelf alleen maar het stimulans kunnen geven aan de organisatie hiervan om dit in alle facetten in een goed plaatje voor te zetten. Om nog meer mee te nemen hierbij is dat, als ik het goed heb, dat dit een Olympische sport is. En gezien het een Olympische sport is, is er behoorlijk wat werk aan de winkel en een hart onder de riem te steken aan deze organisatie om het daartoe te geleiden. Ik denk dat ik hem heel kort en zakelijk kan houden. Dan ook nog te kijken dat het een organisatie kan zijn dat niet misschien alleen op deze locatie zou kunnen plaatsvinden. Maar dat wij hem dus liefst en het best zouden kunnen decentraliseren. Ik dank u hierbij namens het ministerie nogmaals en wens u van harte veel succes. Het is voor mij natuurlijk een eer om hier te staan als bevelhebber. Voor ons is sport een heel essentieel deel van het militair leven. Dit type werk dat wij hebben als militairen vereist heel veel van het lichaam, waardoor wij als militairen in optimale shape moeten zijn en moeten blijven. Dit type werk dat we hebben, normaliter, heb je een heel zware eis die gesteld wordt van je lichaam. We moeten vaak genoeg lange afstanden met zware equipment afleggen, soms ook korte afstanden, maar waarbij de concentratie heel belangrijk is. En dat is ook de reden waarom wij als militairen in een heel goede shape moeten zijn. Het type werk dat we ook verrichten eist heel veel van het mentale. Want als militair kom je vaak genoeg tegen jezelf, of jezelf tegen. Je hebt altijd limieten die je moet overschrijden. En je maakt vaak ook mee zaken die het geestelijke uit balans kunnen brengen. Vandaar dat het lichaam, men zegt meestal, een gezonde geest huist in een gezonde lichaam. Dus het begint allemaal met een gezond lichaam, heel goede fysieke gesteldheid dat de militair moet hebben. Dus dat is het belang van sport voor de militair. Vandaar dat wij reden hebben gevonden om ook dit initiatief, dit sportinitiatief, te ondersteunen, omdat het ook in ons belang is om de militair te stimuleren om de niet-traditionele sporten te gebruiken om op een hoog niveau te komen qua fysieke gesteldheid. De tweede reden waarom we sport hebben aangegrepen om dit te helpen organiseren. Dit is een voorbeeld van wanneer men zegt sport verbindt. We zien hier militairen en niet-militairen gezamenlijk één sportdoel voor ogen hebben. Dat is ook in het kader van het beleid van het ministerie van Defensie en het Nationaal Leger waar wij civiel-militaire relaties, dat is hier een voorbeeld van. Waar wij deze civiel-militaire relaties omarmen, omdat wij hebben als principe dat defensie niet iets is alleen van de militairen alleen. Het is van ieder Surinamer. Vandaar dat we nu in deze vredestijd moeten investeren in de relatie met de samenleving. Dus ook reden te meer om dit sportinitiatief te ondersteunen.
Ik moet de complimenten geven aan de organisatie om ook dit keer weer een hoogstaand evenement te kunnen organiseren. En de mensen zijn erbij gevoegd of aan toegevoegd met de participatie van onze oosterburen, Frans Guyana. Het gaat juist steeds de hoge kant op. En dan sluit ik me aan achter de woorden van de heer Eendracht om dit Olympische gedachte verder uit te breiden. Ja. Het is een genoegen om hier te staan en u toe te spreken bij dit Power Event. Wij van Defensie ondersteunen dit event en we complimenteren de organisatie en we bedanken de initiatiefnemers om dit event te willen organiseren. Het is een event waarbij atleten de grenzen opzoeken van hun fysieke vermogen, maar waar ook gedemonstreerd wordt flexibiliteit en waar we ook kijken naar de mentale kracht die we moeten hebben. En dat zijn ook de kenmerken die we terugzien in een militair. Militairen zoeken ook op de grenzen van hun fysieke vermogen. Ze moeten ook flexibel zijn en mentaal moeten ze ook heel sterk zijn. Vandaar dat we dit ondersteunen. We zijn blij dat atleten hier aan doen en dat ze ook een inspiratie zijn en een rolmodel voor naar de rest van die samenleving. Want zij laten zien door dit event dat ze echte grenzen opzoeken en dat ze ons laten zien dat wij onmetelijke potentie hebben. En dat elk een dit kan doen als we maar blijven trainen, als we erin geloven. Als we mentaal onze focus zetten dat we dit kunnen, dat kunnen we. En dat wordt gedemonstreerd de vorige keer en vandaag weer door de atleten. Dus ik wil alle atleten heel hartelijk dank zeggen dat ze dit doen. Dat ze inspiratie zijn, dat ze dit ook demonstreren keer op keer. Voor ons als regering is het belangrijk dat we in ons beleid hebben healthy lifestyle. Dat we zoveel mogelijk gezonde Surinamers willen hebben. Gezonde Surinamers betekent dat we veel gelukkiger zullen zijn. Want gezond zijn betekent gelukkig zijn. Zonder pijn, zonder ziektes door het leven gaan. Maar ook de kosten, gezondheidskosten, terugbrengen. Dat promoten wij als regering. We promoten sport ook, omdat sport ook niet alleen verbindt, maar eigenlijk, ja, verbindt, maar ook inspiratie is voor jongeren en we moeten het al heel jong beginnen te doen. Dus dat is wat vanuit de regering wij daarom dit ondersteunen. En als minister van Defensie en ministerie ondersteunen we deze eventen, dit soort organisaties. Want het is in het belang van iedereen. Ik wil besluiten met nogmaals de organisatie en de initiatiefnemers heel hartelijk dank te zeggen. En ik wil één naam noemen, Shashank Ramsaran, heel hartelijk dank met zijn team. Heel hartelijk dank voor dit initiatief samen met anderen. En ik wil iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Vandaag is een bijzonderheid ook dat we niet alleen Surinamers hebben, maar dat we atleten vanuit Frans-Guyana hebben. So we welcome all the sporters from French Guyana. I'm happy that you are here. En ik wil nogmaals alle sporters heel veel succes toewensen. May the best sporter win. Ja, want dat is wat we willen. Dat die wint, de beste wint. Dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de beste wint. En laat de beste ook een inspiratie zijn voor anderen om nog meer en nog harder de grenzen op te zoeken.
En dat ze volgende keer ook in staat zullen zijn te winnen. Dat is de uitdaging die we elke dag hebben in ons leven. Dat we beetjes bij beetje stappen vooruit zetten en verheffen. Niet alleen onszelf, maar dit land. Nogmaals, heel veel succes. Ook aan alle mensen die hier zijn om te promoten. Ik nodig u uit om de sporters aan te moedigen, maar ook te genieten en dat u met elkaar een gezellige morgen heeft. Heel hartelijk dank. Ik verklaar ook met deze woorden dit event voor geopend. Dank u wel. Ja, dat klopt. Het is onze tweede event. Eigenlijk is dit het eerste event voor het jaar 2023, El Volgen Meer. En dit is onze tweede event in samenwerking met de Fancy. Het event houdt in, namelijk zijn drie onderdelen. We hadden ook een vierde onderdeel, maar dat is op het laatste moment te komen vervallen. We hebben namelijk squat, bench, deadlift. En dit is ook een internationale event geworden, omdat er Franse atleten ook hebben deelgenomen. En waaruit bestaan de prijzen voor de onderdelen? U zegt Franse, dus van Frans-Guyana, toch? Oké. En hoe lang zal het zijn? Is het alleen vandaag? We hebben uitgerekend tot 5 uur, maar het kan een beetje uitlopen, wat stagnaties en zo. Wat prijzen betreft, we hebben voor de top 3 een beker. En voor elk onderdeel, bijvoorbeeld bij squat, wie het best squatter is, krijgt een award daarvoor. Elk deelnemer krijgt een certificaat en een medaille mee. En daarnaast hebben we ook een voucher van Chalice Beauty and Shop. Dat is 1000, dat krijgt degene die het beste is.